Davy, mogen wij jouw matchanalyse? Ja, we wisten op voorhand dat Dynamo op de counter eigenlijk wou op het spel spelen. Dat hebben ze wel gedaan inderdaad. Als ze snel voorkomen, dan is het moeilijker voor ons om er echt door te raken, want dan gaan ze nog meer gaan verdedigen. En, ja. Ja, dat is zo gebeurd denk ik vandaag. Die 0-1 was wel een koude douche, kunnen we zeggen. Ja, inderdaad. Dat was vrij verrassend. Voor mij leek het buitenspel, maar blijkbaar niet. Dus ja, inderdaad, en ook na 9 minuten. Dus ja, gelukkig hebben we op een stilstaande fase kunnen terugkomen. Maar dan met 10 man weet je dat het heel moeilijk wordt. Ja, ik ging net zeggen, die rode kaart was denk ik wel een keerpunt, nee? Ja, absoluut. Ik denk dat we hadden met goede moed gestart, de tweede helft. Als je dan met 10 man valt, ja, dan wordt het heel moeilijk tegen een ploeg die dat dan... Ja, meer naar voren gaat spelen en dan wordt het moeilijk om eruit te komen. Dus dat is wat er vandaag gebeurd was. Zie je nog mogelijkheden met deze 1-2? Ja, toch wel, denk ik. Denk als we het spel kunnen brengen van het laatste 20 minuten, 25 minuten in de eerste helft, dan denk ik wel dat we kansen moeten kunnen creëren en proberen ze afmaken. En dan moeten we wel de 0 gaan halen volgende week, want anders wordt het zeer moeilijk. De tweede helft van de eerste helft was beter. Maken we ook die 1-1? Wat werd er gezegd tijdens de rust? Nee, dat we op dat lang moesten voortgaan. Dat was het juiste schema dat de trainer voor de wedstrijd had gevraagd, dat we de ruimtes tussen de lijnen konden vinden. En dat deden we toen op die moment. Dus ik denk dat als we dat volgende week kunnen brengen in een hele wedstrijd, dat we toch wel nog wel kans maken.